Welkom terug bij Way of Living. De afgelopen weken heb je kunnen zien dat wij elke weekend in een vakantiehuis van Ardennetap verbleven. Nou, inmiddels is dit alweer het vierde weekend en waar zijn we precies? Nou, de GPS-coördinaten hebben we vorige week kunnen zien en hebben ons hier naartoe gestuurd. Een stuwmeer op de achtergrond. En we zijn in Robertville en we zijn op zoek naar een 12-persoons vakantiehuis. En als het dit uitzicht heeft, Arno? Wauw. Ja, Sanne en Arno, met 1600 vakantiewoningen blijft Ardennetap jullie verrassen. Voor de natuurliefhebbers is deze luxe villa een ideale uitvalsbasis. En wacht maar tot je het huis van binnen hebt gezien, want je voelt je hier direct thuis. Wat een raampartij, zeg. Hey, dit vind ik wel leuk. Ruimte, ieder de eigen bank. Oh, wat een uitzicht. Ja, ik wist wel dat jullie hiervan onder de indruk zouden zijn. Door de grote glaspartijen en de ruime living geniet je overal in rust van dit panoramische uitzicht. En de moderne uitstraling geeft je gegarandeerd tijdens je verblijf een ultiem vakantiegevoel. Met 6 slaapkamers en 5 badkamers staat comfort centraal. Hele leuke kamer heb je. Ja, dit is de mooiste, toch? En een uitzicht. Ja, het is heerlijk. Even verder wat hier. Hey, het is nog niet. Envelop! De activiteit. En dat zonder al te veel moeite. Ja. Sanne en Arno, jullie genieten vandaag van het waanzinnige uitzicht van dit huis. En zoals bekend zijn de Ardennen geliefd om de outdooractiviteiten. Oh. Dus morgen is het tijd om in dit mooie plaatje een stevige hike te maken. Hier zo. Nou, ik weet niet of je daar geschikte kleding voor mee hebt, hoor. Pak even kijken. Bij het boeken van een vakantiehuis ga je natuurlijk altijd kijken in welke regio wil je zitten. Nou, als je hier in de Ardennen bent, heb je natuurlijk genoeg buiten te doen. Maar ik let persoonlijk toch ook altijd wel op ruimte, gezelligheid, open haard, lange eettafel, dat is ook heel leuk. En gewoon een mooie keuken om te kokkerellen. Oh ja, en een tip, je moet op tijd boeken als je een mooi vakantiehuis wil. Koffie staat klaar, Sanne. Wat interessant eigenlijk, hè, zo'n stuurmeer. Het schijnt dat de waterkrachtcentrale hier 10 kilometer vandaan ligt en dat het hele stadje Malmedy van stroom voorziet. En wat de natuur betreft hier in de Ardennen altijd overweldigend. En dan zit je hier bij Robertville helemaal goed, want dit heet hier Hoort van je of de Hoge Venen. Het is maar liefst 4.500 hectare natuurgebied. Pro. Ja, genoeg te doen in de omgeving. Op loopafstand vind je het kasteel van de Reinhardstein. In de winter kun je hier heerlijk skiën en het hele jaar door kilometers hiken. Ik ben benieuwd hoe ons presentatieduo dit vindt. Weet jij iets meer over de route die we gaan lopen? Ja, ik heb het even opgezocht. Er is een hikingpad, helemaal een trail langs het Stuwmeer. Dus dat is zo'n 16 kilometer. Dat is wel lang. Hoe lang doen we erover? Met jou? Uh-huh. Ik denk 2,5 uur. Dus snel ontbijt of maken, dan halen we het net in de ochtend. Oké, maar dat is wel een stop toch? Om even iets te eten, drinken? Nou, Sanne, niet nu al aan de lunch denken, hè? Met een stevig ontbijt kan je die hike ook best aan. En anders draagt Arno je toch gewoon. Even doorstampen, hè? Let op, hé. En hier moet je zo ergens het huis kunnen zien, toch? Hé, dus dit noemen ze hiken? Hiken is dit. En wandelen, wandelen is dit. Nee, volgens mij staat daar het huis, zie je? Oh, je met die lampjes en het schuine dak. Ja. Nou, wil je nou meer informatie over alle vakantiehuizen die je de afgelopen week hebt gezien hier in de Ardennen, dan kan je naar onze site wayofliving.tv. Ja, en volg ons ook op onze social media kanalen Facebook, Twitter, Instagram, want daar zijn ook leuke acties te vinden. Dus blijf nog even door. We hebben een leuk dagje voor de boeg nog. Ja.